Vijf mannen uit Utrecht en Zuid-Holland gaan zich dit weekend inzetten voor Stichting Het Vergeten Kind. Zij gaan maar liefst 140 kilometer wandelen om zo geld in te zamelen voor deze stichting. Met als startpunt Den Helder. Wij zetten in voor Stichting Het Vergeten Kind. Ik werk zelf, heb ik anderhalf jaar voor de GGZ gewerkt met jeugdpsychiatrie. En nu werk ik in het speciaal basisonderwijs. Dus ik zie wat voor impact het heeft op de kinderen. Hoe hun thuissituatie is. En ja, ze kunnen simpelweg zichzelf niet op een goede manier ontwikkelen als die thuissituatie niet oké is. En deze stichting die zet zichzelf daar echt goed voor in. Een duurzame verandering op hun thuissituatie, maar ook dingen zoals talentontwikkeling. Dus ze komen ook workshops doen op scholen en instellingen. Dus ja, dat vind ik gewoon heel mooi om daaraan te kunnen bijdragen. En hoe ziet jullie route eruit? De route is simpelweg over het strand. We beginnen morgenochtend vroeg om 4:30 op Den Helder. En dan lopen we eigenlijk, volgen we het strand naar Hoek van Holland. En waarom hebben jullie voor Den Helder gekozen? Waarom voor Den Helder? Ja, goede vraag. Ik denk dat Hoek van Holland is dichter bij huis. Dus dan kunnen we vanuit daar, zijn we natuurlijk moe en dan zijn we sneller thuis. Houden jullie ook rekening met de hitte? Genoeg drinken? We hebben echt per persoon denk ik ongeveer 6 liter water bij ons. En dan halverwege staat mijn vader staat klaar en de vriendin van Bob. Oké, en houden jullie nog pauzes tussendoor? Of ja, is het volgens mij, ja, ik ben niet zo van het plannen. Maar de jongens die hadden het plan om ieder uur te stoppen. 5 of 10 minuten houden we ons aan, zodat het niet steeds te veel wordt. En dan snel eten, drinken en weer door. En dan halverwege ook waar mijn vader dus staat. En een vriendin van Bob houden we ongeveer een uurtje pauze. Oké, en hebben jullie goed getraind hiervoor? Ja, goed getraind. We zijn altijd voorbereid. Ik bedoel, we zijn ook sporters. Dus dat echt specifiek trainen hebben we misschien niet genoeg gedaan. We gaan het zien. Ik heb er vertrouwen in dat we het kunnen. Iedere uitdaging kunnen we wel aan. We hebben één keer 40 kilometer was het, zoiets, hebben we gelopen. Ja, en dit is 140, toch? Dit is 140. Ja, ik denk het wordt vooral mentaal, zeker na die eerste 60. Maar zoals ik zei, ik denk dat we dit zeker kunnen. En hoe lang denken jullie erover te gaan doen? Hoe lang? Ik denk tussen de 26 of 30 uur. Ja. Dat is wel flink. Geen slaap tussendoor? Geen slaap, nee. Geen powernaps, gewoon in één keer door. De enige pauze is echt even eten, drinken en weer verder.